Timo van Haastert uit de topklas van Stichting Prisma daagt kinderen uit om zoveel mogelijk getallen van pi uit het hoofd te leren. Op de Pi-dag in maart wordt er een wedstrijd gehouden wie de meeste cijfers uit zijn hoofd kent. Ik kwam hier eigenlijk om een soort van pi-wedstrijd te gaan houden. Dan van dat soort van, ja, ik weet niet precies hoe we het gaan doen, maar van een soort van rondes of wedstrijd wie het verst komt of zo. Ja, en hoe zie je dat voor je? Heb je dan mensen nodig die ergens op reageren? Frank, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, lijkt me handig, want je hebt één dag in het jaar is Pi-dag. En dat is, ja, Pi is 3,14. Ja, dat zijn de eerste twee getallen achter de komma, decimaal achter de komma. En dus 14 maart is dus Pi-dag, dus mag je het onthouden. Ja. En we dachten van, ja, wie daar aan mee wil doen, want er zijn wel meer kinderen maar, ja, die het erg leuk vinden om zich daarin te gaan verdiepen. Ja. Dat we op die dag gaan kijken van wie komt het verste binnen Pillemaas. Ja. En doet Timo ook mee. Pi is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. Zelf geeft Timo uit Grashoek al het goede voorbeeld. 3,141592653589793238463243832.